Let's go! Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik Brawl Stars spelen. Ik heb natuurlijk die opdracht van vorige week nog. En die ga ik even vandaag afmaken. Dan hebben we dit. Dat maakt niet uit. Dat doen we even in een potje duo showdown. Daarna gaan we Mortis, die ik ook heb gekregen nog, gaan we even naar rang 6 of zo pushen. En dan volgende week gaan we hem naar 10. En dan gaan we hem steeds hoger doen en zo. Oké, potje nummer 1. Acht van de 10. Oké, 10 van de 10. Oh nee, ik zit... Ja, en Tara is best chill. Alleen is die niet goed. Zo. Een paar dozen, maar Tara is in dit midden van mij hier best chill. Ik wil hem hiernaast spelen. Ja. Hey, zo eruit. Zo meteen hier. Zo, dan kunnen ze hier niet langskomen en dan zijn wij hier veilig. Nou, bijna. Ze kunnen hier langs. We moeten eigenlijk hieruit. Kom. Oh, niet doen. Oh nee, daar ben ik zo erg fout in gegaan. Niet doen, niet doen. Nee, 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 nee. No way. Ik heb dus 1500 damage gehad. Nou. Ik vond het wel leuk. Oh, come on. Let me show you how it's done. Alleen irritant dat ik daar naar buiten ging, want ik wist niet dat ze daar zaten. Nou, op naar potje nummer 2. Hopelijk gaat mijn teamgenoot dit keer niet gelijk dood. En zo. 7 van de 10. 10 van de 10. Oké. Wat? Oké, ik heb helemaal niks gedaan. Hij zat de hele tijd te laden en ik heb de opdracht klaar zonder iets te doen. Nou, dit was die opdracht. 200 coins. Als ik wat krijg, is het een nieuwe knokker. Nee, niks. Natuurlijk. Nu gaan we dus even Mortis pushen in knokkel. En dan hebben we dit ook al gehaald, zo. Die twee. Opdrachten doen we niet. Even. Oké. Potje nummer 1. Potje nummer 1. Gewoon naar het midden rushen. Ik kan deze truc wel raken. Nou, dat gaat al super snel. 28 seconden, eerste potje. Nou, 10 tokens erbij. Pff, maakt niet uit.
Gewoon weer naar het midden rushen. Gewoon die bal afstellen. No way. Oeh, met mijn lansen. Als laatste ga ik wel echt een trickshot doen met mijn superrenker. Ik heb wel een goede test om het midden te rushen. Oh, 2500 HP erbij. Let's go. GG. We hebben ook al dozen die gaan we even doen. Waarschijnlijk krijg ik toch niks. Ja. De reactie van Belle die vind ik erg ziek hoor. Voor coins 42. We hebben kans. Byron 9. Nou. Nah. Tick 10. 8-bit 14. Nice. Nou. Gaan we even er weer in. Waag. Let's go! Het afmaken met de special. Oké, rang 4 hebben we al. Zo! Chill! Weer rushen naar de bal. Of zal ik dit... Nee, ik ga dit keer niet campen weer. Nee. Kijk, van dichtbij knokkers is Bol echt zo veel beter. Mort is echt zo slecht. Oké, nice. Ga zo door, even naar boven. Gewoon voor prut, ik kan koken. Lekker. Score, let's go. Ik kan mijn super nu inzetten op hun, wanneer ze richting de bal gaan. Let's go, weer afgemaakt met de trickshot. Rang 5 alweer. Nou, 6 gaat dan wel snel. Even hier. Natuurlijk, dus ik kan het. What? No way. Nee. Oh, daar red ik mezelf. Maar die... Nee, die B. Nee, die verprutst het. Ondanks dat ik er eentje heeft. Oké, Huts. Ik ga wel even naar voren, teamgenoot. Pasen. Auto 1 werken. Doe nou. Yeah. Oh. Ik heb nog 1 hit nodig van mijn super, jongens. En dat is best chill voor als ik zo een trickshot wil landen op het einde. Oké, let's go. Eerst zet ik natuurlijk mijn super op het midden, waar zij natuurlijk met z'n allen in één keer opgaan. Dan kan ik zo een trickshot landen. Moet hij het nou echt verprutsen? Ah, maakt niet uit. 50 trofeeën. Volgend potje. Precies rang 6 kan natuurlijk niet. Want dan moet ik een potje solo winnen. En daar heb ik geen... Oh ja. Oké. Bellen. Oké. Dit team is denk ik best wel goed. Ze hebben de brawlpas. Oké, ze zijn de brawlpas. Maar ze hebben hun knokker wel een hoogte rang. En dat is best irritant. Jongens, het is maar... Ik ga niet echt proberen om kogels te kutsen. Mijn teamgenoten zijn denk ik wel goed. Nooit hun de bal geven, dank je.
Mijn teamgenoten zijn goed. Ik ben... Nou... De tegenstanders zijn goed. Het is best wel een fair potje. Oh, score hem, score hem. Alsjeblieft, meneer P. Dank. Nice. We staan 1-0 punt voor. Dit potje duurt best wel lang. Ik zat toch gewoon te schieten, man. Jammer. Ik ben in één keer dood. Ik heb lang range. Knokkers kan ik helemaal niks. Helemaal niks. Oh, bellen. Oh, bijna gescoord. Waarom rush ik de hele tijd naar de bal? Dat is niet slim. Sorry. Ja. Bam. Let's go. In het hoekje. Afgemaakt. Duur 2 minuten voor. Zo. Nou, als we dit potje winnen, hebben we 15.400 trofeeën. En hebben we Mortis rang 6. Hopelijk zijn zij dit keer niet zo goed. Super gewoon doen. Nou man, ja, dat is leuk. Dan was de nani ook dood geweest. Dit was goed. Maar ik rush de hele tijd en dat is niet slim voor mij. Want ik de hele tijd de rust van verprutsen heb. Even in het bosje campen. Kan ik die bal misschien zien? Oké, de bal ligt weer aan hun kant. Daar hoeven we geen zorgen meer over te maken. Nu wel, want Jesse had ze super. Oh man. Vandaan moet ik ook moeten rushen. Eigenlijk is Mortis niet echt goed voor dichtbij. Behalve als het ver af is. Kijk, zoals Nani. Die is ver afstand, maar vanaf dichtbij doet hij veel meer damage. Ik ga hem gewoon een super doen. Oh, als ik hem super heb gezet. Dit wordt denk ik een doelpunt tegen. Nee. Dit keer verliezen we dit potje misschien. Oh, nee. Alsjeblieft. Ja. 25 seconden. Dit kan, Hoe heet dat zo? Ik weet niet, extra tijd. Maar we kunnen het nu ook afmaken. Ja hoor. Afgemaakt. Rang 6. 15.400 trofeeën. 404 trofeeën. Nou, dat was het dan voor deze video vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Zo ja, like. Vinden jullie meer video's van ons leuk? Abonneer. En tot de volgende keer.